Een nieuw ontmoetingscentrum voor en door bewoners. Dat moet het nieuwe huis van de wijk aan de Spuistraat worden. Een grote verbouwing begin volgend jaar zal dit alles moeten realiseren. Het wordt een nieuwe buurthuis voor de rivierenwijk hier in Deventer. En dat is de vervanging van de huidige De Venen en de huidige De Bron. De Venen wordt straks gesloopt. En Raster, die nou de twee buurthuizen exploiteert, zich terugtrekt. En Raster en de gemeente zijn van mening dat de bewoners, als ze dat willen, gewoon het zelf moeten kunnen doen. In het najaar van 2014 gaat naar verwachting het Huis van de Wijk open. Dat het een plek wordt waar iedereen die hier in de wijk wat wil doen, zijn of haar ding kan doen. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, leuke dingen doen, activiteiten. Maar ook activiteiten organiseren die gericht zijn op het kunnen leren of wat men ook wil. Tevens wordt het gebouw ook zodanig aangepast dat het qua energie een heel stuk energie zuiniger is dan het nu is. En dan hebben we straks een mooi nieuw pand waarin alle activiteiten die nu in de wijk plaatsvinden hier plaats kunnen vinden. Hey! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Nou, de verbouwing, als het goed is, gaat dat omstreeks de jaarwisseling beginnen. En de bedoeling is dat het volgend jaar september, dat we dan open kunnen gaan. Als alles mee is. En straks iets moois te maken waar we dan gewoon echt trots op kunnen zijn. En we kunnen echt zien van, kijk, dit is echt van ons en voor ons en door ons. Op zaterdag 2 november werd de Fitste van Deventer georganiseerd door Sportbedrijf Deventer in samenwerking met verschillende partners, waaronder ook Rentree. De Fitste van Deventer is een uitdagend sportevenement waarbij je uithoudingsvermogen behoorlijk getest wordt. 2, 1, start! Here we go! Vorig jaar is het een beetje intern binnen verschillende fitnesscentra in Deventer georganiseerd. Een van die fitnesscentra heeft dit jaar ons benaderd, kunnen wij hierin mee gaan denken. Toen hebben wij inderdaad die rol ook een beetje overgenomen. Dus we hebben het wel samen met die fitnesscentra gedaan, maar daarbij nog veel meer partners uitgenodigd. Ook verenigingen, studenten van sportopleidingen hebben erbij betrokken. En we dachten eerst, we willen het nu klein, maar dan heel goed neerzetten. En dan het volgend jaar inderdaad een echt survival parcours, stuk kilometers lang. Dit was een kleine 1,5 kilometer. En dan volgend jaar gewoon ook echt wat meer het buitengebied in. Dus richting de 5-10 kilometer met verschillende hindernissen. Dus echt een survival run van Deventer gaan organiseren. Het is bedoeld voor deelnemers eigenlijk uit Deventer. Die het leuk vinden om eigenlijk zichzelf een keer uit te dagen met een echt survival parcours, wat wel uniek is in Deventer. En inderdaad 16 moeilijke hindernissen te trotseren om uiteindelijk de fitste van Deventer te kunnen worden. En vanuit Sportbedrijf Deventer zijn we natuurlijk altijd proberen we mensen in beweging te zetten. Dus dat is natuurlijk ook wat we hiermee proberen. Daarnaast willen we eigenlijk ook Rivierenwijk in een positief daglicht zetten. Van, het ligt er een heel mooi park. Rivierenwijk is een wijk die enorm in ontwikkeling is. Er wordt van alles gebouwd. We dachten hiermee Deventer ook te laten zien van, pracht en praal van Rivierenwijk. En de start van een nieuw evenement dat we eigenlijk wel jaarlijks willen laten terugkeren en steeds wat groter willen gaan maken. De deelnemers die een hindernis gewoon niet op de juiste manier hebben uitgevoerd of snel er doorheen zijn gejast, die hebben een strafstreep gekregen. Dat is 5 minuten straftijd. Dus die komt nog wel bij hun daadwerkelijke netto-tijd erbovenop. Maar het is niet dat ze inderdaad nog extra pluspunten kunnen verdienen. Dus het is gewoon wel echt de netto-tijd die wordt gerekend. Dus ze zijn binnen de jury, is nu hard aan het alles aan het omrekenen. Dus dan hebben zo meteen de fitste man en vrouw, maar de nummer 1, 2 en 3, die krijgen allemaal leuke prijzen. De Survival Run werd in 3 klassen verdeeld, de Kids Run, Wedstrijd Run en Recreatie Run. Tijdens de Wedstrijd Run deden er ruim 50 deelnemers mee die kans maakten op leuke prijzen.
De snelste mannelijke Deventenaar was Raymond Pothoven. De snelste vrouwelijke Deventenaar was Evelien de Weert. Ja, het was heel gaaf. Hele mooie, mooie hindernissen gebouwd. Ja. Volgend jaar weer? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ik ben het zusje van Evelien. Evelien was nummer 1 en ik ben nummer 2. Ik kwam net 2 seconden later over de finish en het was gewoon was een leuke run, dus ik ben heel blij. Het kan nog sneller, er waren wachttijden. Dus volgend jaar hindernissen in tweevoud neerhangen, dus het moet sneller kunnen. Hopelijk doen ze wat met evaluatiepunten en dan doe ik volgend jaar weer mee. Ja. 3, 2, 1, go! Op donderdag 7 november ontvingen de eerste huurders van Randtree de sleutel van hun nieuwe woning op het Deltaveld in de Rivierenwijk. We hebben er vrij lang over gedaan om voor de Rivierenwijk in die zin weer tot een nieuw plan te komen. Maar op een gegeven moment toen duidelijk was deze plek, het stedenbouwkundig plan lag er. En we hadden Nikkels uitgekozen als bouwer. Nou, toen zijn we in mei de eerste paal gaan slaan. En kijk maar om je heen. Dit is wat er nu staat nu november 2013. Ja, als je even terugkijkt, in 2004 wilden we al beginnen met Rivierenwijk. Ambities om toen in één keer door te gaan, maar er kwam niks van de grond. In 2010, toen ik begon als wethouder, hebben we eigenlijk een stap terug gedaan, nieuw plan gemaakt. Alle problemen min of meer ontwacht en we zijn nu volop aan de gang. Amstelaan is bijna klaar, we gaan bijna starten met de school, woningen worden opgeleverd, het park is klaar, dus volop aan de gang aan alle kanten nu. Vandaag is eigenlijk de eerste woning van Deltaveld opgeleverd. En het is helemaal feestelijk, omdat het op het eerste bouwproject van het grotere herstructureringsgebied Rivierenwijk klaar is. En dat mensen die in 2006 hun woning zijn uitgegaan omdat die gesloopt werd, nu dus teruggekeerd zijn in dat plekje in de Rivierenwijk waar men heel graag naar terugkeerde. Dus dat die eerste woning dus opgeleverd is een heel feestelijk moment. Prachtig, zijn mooi. Precies, ja. Netjes uit, schoenen uit. Overal is het nieuw, dus een nieuw leven eigenlijk. Ja, ja. Het ziet er heel mooi uit. Ja, we zijn heel blij mee. Een hele opluchting en blij. Ja, we zijn heel blij. Eindelijk. Gelukkig. Best lang geduurd. Ja, dit is natuurlijk een moment om trots te zijn voor de bewoners die hier terug kunnen komen. Hè, na 7 jaar tijdelijk ergens anders gewoond te hebben buiten Deventer. Die dan in hun eigen wijk weer terug kunnen komen met hun eigen familie. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook heel trots dat we de wedergeboorte van de Rivierenwijk op deze manier met elkaar kunnen vieren. Want het gebeurt nu echt. 70 woningen als een van de eerste grote projecten. We gaan nog meer realiseren op korte termijn. Dus het gebeurt echt in Rivierenwijk. Het is super voor de Rivierenwijk. Je merkt gewoon in alles dat het in beweging is, dat het bruist. Ik bedoel, de Amstelaan, straks wordt gebouwd aan het kindcentrum. Deze woningen als eerste van heel veel meer woningen, zo'n 500 in totaal. De spoortunnel die nu bijna klaar is. Dus op alle fronten is er beweging in de wijk. En dat is iets waar mensen heel lang op gewacht hebben. En dat is inderdaad ontzettend goed om te zien.